Hallo, welkom bij deze video. We gaan het hebben over videometen binnen Coach 6. Ik heb Coach 6 al opgestart en binnen Coach 6 open ik nu een bestand wat ik ergens op de computer heb staan. Dus ik klik voor openen en dan ga ik naar de map waar ik hem in heb gezet. Dat is de map video's en onder video's de map videometen. En ja, kijk, daar staat hij al. Ja, ik heb de naam instructie videometer gegeven. Dus en dit bestand is dus al voor jullie klaargezet. Dus ik klik hierop, even dubbelklikken. En ik kom in een leeg coachbestand. Ik heb hem met opzet leeg gelaten, zodat je ook kunt zien hoe je hier een video in kunt laden. Ik open eerst het videovenster. Videovenster doe je, open je door hierop te klikken, dit icoontje. Deze dan het videovenster, ook hier weer compleet leeg. Dus je moet eerst de video ophalen. Dat doe je door op de rechter muisknop te klikken ergens hier in het videovenster. Dus klik. Je kiest voor openen, voor video. En dan krijg je alle video's die binnen Coach bekend zijn. Nou, alleen hier de webcam is bekend. Maar die maak ik natuurlijk in dit geval geen gebruik van. Ik klik op video toevoegen. En kijk eens aan, daar staat mijn video al. Je kunt natuurlijk ergens op de computer een video opzoeken, maar ik had hem hier al staan. Dus ik dubbelklik hierop. En hij is nu binnen Coach bekend. En nu kun ik op OK klikken. En de video zie je hier staan. Goed. Het eerste wat je opvalt, althans ik hoop dat je opvalt, is dat hier een rode lijn staat waar 1 meter staat. Dit is de schaal van de video, althans volgens Coach. Natuurlijk is dit niet 1 meter, dus ik moet eerst de schaal goed doen. Dat kun je doen door in de video een bekende afmeting te kiezen. En ik weet nu dat deze deur hier precies 2,40 meter is. Dus wat ga ik doen? Weer rechte muisknop ergens op de video. Ik klik voor schaal aanpassen. En nu kan ik, kijk, die lijnen, de uiteinden, die zijn iets veranderd. Ik ga hierop staan met de muis. De linker muisknop indrukken. En nu kan ik hem verslepen. Ik zet hem aan de bovenkant van de deur. Zo. Ik pak de andere uiteinden. Die versleep ik naar het ondereinde van de deur. Zo. Dan hebben we mooi evenwijdig met de deurpost natuurlijk, zo. En ik zet erbij dat dit niet 1 meter is, maar dit is 4 meter. Let op, hier had ik ook best andere eenheden kunnen zetten, maar het komt nou mooi uit, dit is 4 meter. Goed, klik op OK en mijn schaal is aangepast. De bedoeling is nou dat, ik laat de video eerst maar eventjes zien. Ja, eventjes hiermee kun je de video tonen. Let op, hoppakee, de ballon valt naar beneden. De bedoeling is nou dat ik in de video iedere keer, even terug naar het eerste beeldje, zo, iedere keer aangeef van, oh, de ballon is nu daar, volgend beeldje ballon is daar, volgend beeldje ballon is daar. Iedere keer geef ik aan waar de ballon is. Dan moet ik dus wel aangeven, hoeveel beeldjes wil ik hebben. In totaal zijn hier, ja, ik ga hem eventjes, ja, hier, sleep ik hem even die kant op. In totaal zijn hier 88 beeldjes. Dat is wel heel veel natuurlijk, hè? 88. Dus ik wil graag daar een selectie maken. Nou, even kijken hoor. Wanneer komt hij op de grond? Oh, moet wel het oranje dingetje hebben. Ik sleep hem even die kant op om te kijken van wanneer komt hij op de grond. Even kijken, zo en plof. Ja, hier. Dus 38 beeldjes. Ja, ik moet tot en met het 38ste beeldje is interessant. En wanneer begint hij te vallen? Dat is wanneer laat ik hem los. Nou, dus ja, kijk, nu gaat hij los. Dus van 4 tot 38. Zoveel beeldjes moet ik doen. Oké, nou, doen we ook weer eventjes. Rechter muisknop. En ik ga de beeldjes selecteren. Beeldjes selecteren. Dus ik klik hierop en ik zeg van oké, ik wil alle beeldjes hebben van 4
tot 38. Zo. Ja, en ik ga ieder beeldje wil ik apart doen. Dus 4 tot 38, 1 op de 1 beeldjes krijg ik. Nou, je kunt ook zeggen van, wil je ook nog inzoomen op beeldjes? Ik vind het al wel plezierig, dus ik zeg van, inzoom van 4 tot 38. Al die andere beeldjes hoef ik niet te zien. Ik klik op oké, tik en je ziet, ja, hij staat keurig in het begin op 4. En als ik hem helemaal op het eind doe, staat hij keurig op beeldje 38. Ja, alle andere beeldjes, die ben ik kwijt. Goed, nu ga ik aan het meten. Het meten start je door op deze knop te drukken, maar soms is het wel makkelijk, je ziet het is wel een redelijk klein videoschermpje, dat je hem even wat groter maakt. Dus beeld vergroten, maximaliseren, zo. Nou, en ja goed, nou ben je dat pijltje daar kwijt, dat is een beetje sneu natuurlijk, maar gelukkig kun je ook opstarten door niet op dat groene pijltje te drukken, maar door op de functietoets F9 te klikken. Dat is wel handig. Dus, let op, ik klik op F9, dus ik start hem nu. Zo, op F9. En het eerste wat opvalt is, kijk hier, de muis is veranderd. De muis is veranderd in een soort, noem het maar wat, hè? Een pijltje of iets dergelijks. En, nou ga ik het pijltje iedere keer op een vast punt van de ballon doen. En ik doe het op het knoopje daar. Zie je daar onderaan? Knoopje. Dus ik klik hem daar. Klik. Zo. En wat er nu gebeurt is, dat zie je hier ook, dat de video één beeldje is opgeschoven. En nu ga ik weer op een knoopje zitten. En ik ga weer klik. Zo. En je ziet weer één beeldje verder. Weer op een knoopje. Klik. En zo ga je iedere keer dus op een knoopje zitten en ieder beeldje klik je waar het knoopje is gebleven. Zo. Ja, en we gaan verder. En verder. En verder. Nou, ik ga eventjes snel heen en weer. Ik kan iedere keer verder zeggen, maar dat is op zich ook niet interessant. De ballon blijft hangen. Zo. Ja, dan gaat hij weer. Zo nu aan. Hapert hij een beetje. Kijk, weer, hoppakee. Zo. Oeh, het knoopje is bijna verdwenen aan de achterkant van de ballon. Dat is niet... Ah, daar is hij gelukkig toch wel weer. Het is wel makkelijk als je een herkenbaar punt hebt waar je iedere keer de muis op kunt zetten. Zo. Daar nog. Kijk, gewoon een paar beeldjes. Hij wiebert wat heen en weer. Zo, en op de grond en zo. En nog een laatste beeldje. Klaar. Als het laatste beeldje is, dan is de muis weer gewoon. En ik heb alle metingen gedaan. Ik klik hier even op, verkleinen. Zo, als je alle metingen hebt gedaan, dan kun je deze gewoon sluiten. Ja, je bent me kwijt hoor. Kijk, als ik hierop klik, dan ben ik weer terug. Dus wat dat betreft geen probleem. Maar goed, ik heb nu de metingen, althans de video gedaan. Ik ga sluiten. En ik kijk even van, wat heb ik allemaal gemeten? Dus, hier tabelletje. Klik hierop. En ik zeg van, hey jongens, wat heb ik gedaan? Nou, ik heb verschillende dingen, kun je opvragen. Ja? Afstand, hoek, maar vaak ben je of in de meting in de x-richting of in de y-richting. Daar ben je wel geïnteresseerd in. En in dit geval, ik had hier duidelijk een beweging in de verticale richting. Dus ik kies voor P1i. Zo. En de muis verandert in een tabelletje. En ik zet hem hier maar neer. En je ziet dus dat ik alle metingen heb. Ik ben begonnen met een meting van 4,31. En na 0,13 seconden is hij 4,28, 0,17 seconden zit je op 4,22 enzovoort enzovoort. Je krijgt hier dus keurig bij iedere tijdstip de plaats waar ik gemeten heb. En al deze waarden die je hier hebt,
Die kun je dus gebruiken om een grafiek te maken en dergelijke. Dat gaat iets verder dan alleen maar videometen. Deze ging eigenlijk om het videometen. Wat ik nog wel even wil laten zien, is hoe je nou deze gegevens, want dat komt wel eens voor, hoe je die naar Excel kunt exporteren. He? Dus wat doe je dan? Je gaat gewoon weer ergens staan, rechtermuisknop, en dan zeg je hier exporteren. Ja, exporteren als een tekstbestand. Ja, dus er staat geen Excel bij, hè? Dat is, maar ik ga hem exporteren als een tekstbestand. Dus ik klik op tekstbestand. Zo, nou, dit, hier staat decimaal scheiden, een komma. Nou, dat komt wel aardig uit, hè? Hier staat een komma. Kolom scheiden, punt, komma, mooi zo houden. Dus, oké, nou, dan moet je hem naam geven. Nou, laat me mooi zo noemen. Instructie videometen.txt. Opslaan. En klaar is het. Als ik nu Excel ga opstarten. Zo, dan nu Excel opstarten. En ik ga een bestand openen. Nou, dan ga ik dus weer naar de computer. En bladeren. En ik had hem neergezet in dezelfde. Hier het video is niet echt een handige map natuurlijk om hem op te slaan, maar video meten. En oh ja, natuurlijk, kijk, hij verwacht dat ik een Excel bestand wil openen, maar dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil een tekstbestand openen. Dus kijk hier tekstbestanden, klik. Ah, en daar staat die instructie videometen.txt. Door klikken. Even wachten. Nou, staat keurig. Nee, importeer bestand 1. Nou, mijn gegevens bevat top koptekst. Ja, want kijk, ik heb hier tijd, PNI, secondes en meters. Dus ja, bevat kopteksten. Volgende. Scheidingstekens. Oh, dat is wel eventjes goed natuurlijk om te weten, want ik heb natuurlijk de punt, komma als een scheidingsteken gebruikt. En je ziet hieronder ook meteen van, oh, hij onthoudt het meteen van, hey, tijd. En die, dus, prachtig. We doen volgende. Er wordt ook nog gevraagd van, wat voor dingen is, maakt niet uit, gewoon voltooien klikken. En je ziet hier, krijg je alles keurig onder elkaar. Ja, dit is natuurlijk niet mooi, hè? Tijd, PNI, dus dan kun je hier kun je bijvoorbeeld hoogte neerzetten. En natuurlijk tussen haakjes de meters. En hier de tijd, tussen haakjes secondes. En deze kolom die ga ik natuurlijk dan weggooien, want daar heb je niks aan. Nou, en je hebt hier keurig alles. Je ziet ook meteen dat Coach aardig wat meer decimalen gebruikt dan dat je zo net zag. En hiermee kun je dus van alles en nog wat weer in Excel. Let op, Excel, denk nog steeds dat het een tekstbestand is. Wil je dus als echt Excel opslaan, dan moet je eventjes kiezen voor opslaan als. Dus bestand, opslaan als. En dan nou, weer op de computer bladeren. Zo. Zo. En dan zeg je van opslaan als en dan niet als een tekstbestand, maar dan kies ik weer voor Excel bestand. En je ziet dan wat je inderdaad prachtig als een Excel-bestand opslaan. En that's it. We gaan nog wel even terug naar Coach. Want dit was nu een redelijk korte video. Maar stel je voor, je hebt ontzettend veel meetpunten. Ik heb hier dus nu van 4 tot 38, dus maar 34 meetpunten. Maar voor celgeld waren het 340 geweest. En dat is wel erg veel om iedere keer aan te klikken. En je kunt zeggen, nou, 340 meten. Ik kan best om de 25 beeldjes één keer meten. Dat kan. Dat kun je weer doen met weer hier de rechtermuisknop. En dan zeg je van oké, beeldjes selecteren. En dan maak je niet gebruik van tot. Ja, ik wil nog steeds wel van 4 tot 38. Maar je kunt ook zeggen van, hey, gelijk verdeeld. Zo, gelijk verdeeld tussen 4 en 38. Dat heeft je onthouden, dat ik zo net hier ook 4 tot 38 heb. Maar anders kun je hier natuurlijk gewoon het
doen. En hij zegt van, hé, je wilt 35 beeldjes gebruiken. Maar dat ik nu zeg van, nou, dat is me te veel. He? Ik wil niet 35 beeldjes hebben, maar ik wil bijvoorbeeld 10 keer het hebben. Dan vul ik hierin 10. Oké. En hij verdeelt keurig de 10 metingen over het geheel. Zodat je dus niet ieder beeldje apart moet doen. En dat is soms wel handig, wat ik zo net zei, als je een stuk of 400-500 beeldjes hebt. Dan zeg je van nou, doe het maar om de 50 beeldjes bijvoorbeeld. Dan heb je nog een mooi aantal. Tot zover de video-instructie. Videometen. Tot ziens.